Een hele goede morgen deze morgen. Welkom bij de Stofjes, lieve YouTube-kijkers. Oeh, wat een intro. Wat een intro. Weer veranderd. Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Welkom bij de Stofjes. Zondagmorgen, de tweede zondag in... Nee, de eerste zondag in januari. Sorry, de eerste zondag in januari. Allemaal de beste wensen en een gezond 2024. Om daarmee te beginnen. Vorig jaar was het namelijk de 31ste, of vorige week was het de 31ste toen ik deze vlog opneem, of de vlog opneem. Dus, en nu is het de 7e, alweer. Het hert. Vandaag natuurlijk geen voetballen. Wat ik al zeg, het is de eerste zondag van het jaar, dan hebben we nog winterstop. Op dit moment zijn de voetballers wel nog in België volgens mij. In Gent hadden ze een weekendje. Hadden ze een weekendje weggepland. Alleen dan was er dinsdag ook een oefenwedstrijd gepland. Dus dan is het morgenavond trainen. En dinsdag oefenwedstrijd. En dan donderdag weer trainen. Zondag oefenwedstrijd. En dan dinsdag donderdag. En dan begint de competitie weer. Dus we zijn weer vol aan de bak. Ja. Dat is ook een planning. Het hoesten is nog niet helemaal weg, maar het gaat al een stuk beter, wordt al minder. Dus dat gaat ook de goede kant op. En dan nog 10 dagen werken. Nog 10 werkdagen bij mijn oude baas. En dan ga ik aan een nieuwe baan beginnen. Per 1 februari. Ik heb nog wat vrije dagen staan, dus die maak ik lekker even op. En dan, dan gaan we daarna per 1 februari gaan we beginnen. Gaan we beginnen met de nieuwe baan. Oh, komende week zou het, qua temperatuur zou het wat minder geworden. Tenminste, meer negatief in de zin van, het wordt alleen maar kouder. Het wordt kouder. Ja, dat kan voor sommigen leuk zijn, kan voor sommigen minder leuk zijn. Ik hoop dat het voor mij nog leuk blijft. Want in mijn werkbus, in mijn vorige werkbus, daar had ik namelijk een jas hangen. Die ik eraan kan doen met het koud weer. Maar die jas die, is niet meer teruggekomen nadat die bus weer in Wijchen was. Dus ja. Waarschijnlijk kan het zo zijn dat ik misschien even een eigen jas moet gaan gebruiken. Ik zou het dan niet weten zeggen. Het kan behoorlijk fris worden deze week, komende week in ieder geval. Er wordt geopperd de mogelijkheid tot schaatsen, bla bla. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Of dat we kunnen schaatsen, ja of nee. Maar we gaan het zien. We gaan het meemaken. Het kan ook zijn dat het best meevalt overdag. Over het algemeen is de temperatuur niet zo belangrijk, maar de wind. Als het namelijk best waait, dan wordt de gevoelstemperatuur wel anders. Kijk, en dan kom je op een heel ander vlak te liggen. Maar met min 2 of zo, min 3, ja, kun je best wel gewoon in een trui rondlopen. En als je een beetje aan het werk bent, zoals wat ik dan met dit werk nog heb, ja, dan kan het nog makkelijk. Maar ja, zo gauw het dus gaat waaien, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het natuurlijk een stukje frisser. Dus. Maar goed. In ieder geval, oud en nieuw zijn wij in ieder geval goed doorgekomen. Ik heb ze alle 10 nog. Nee, we hebben ook niks afgestoken. Dus. Maar wat mij wel een beetje tegenvalt van mezelf, natuurlijk hè, doe ik het zelf, is... Ja, dat ik toch wel weer intussen met de afgelopen maand december een paar kilootjes te zwaar ben geworden weer. Dus we moeten weer goed aan de bak. Dan ben ik wel al een beetje bezig. Maar het moet toch iets meer, denk ik. Het moet iets meer. Dus maar goed, we gaan het zien. Ik ga er weer aan beginnen in ieder geval om weer wat meer op het eten te letten. Dus ja, eigenlijk zou het ook in moeten houden dat ik
zondagmorgen broodjes zou moeten laten staan. Boah. Als we weer gaan voetballen. Boah. Dat is niet keer zo lekker om daar dat te doen. Maar. We zullen wel kijken. Misschien dat ik, ik moet daar echt eigenlijk iets in veranderen. Denk ik maar eventjes. Zal we kijken. Ik zal het wel afwachten. In ieder geval, ja, daar moet iets aan gebeuren in ieder geval. Dus voor de rest gaan we het wel zien de komende 2 weken. De planning met de nieuwe mensen, of tenminste met 1 nieuwe collega die gedeeltes van mijn routes overnemen, die is nou ook bekend. Andere routes met een collega die al langer aan de werk is, die dus mijn routes gaat overnemen, is inmiddels nou ook bekend. Dat is nou ook goed geregeld. Dus met andere woorden kan ik het straks voor zogezegd mijn vaste klanten, is het goed geregeld. En dat vind ik belangrijk. Goede overname, bekendmaken wie er uiteindelijk komt, wie dan iedere keer gaat zien, iedere 14 dagen of een maand. Ja, ik vind het wel belangrijk. Dus, nou, daar gaan we aan beginnen. Afgelopen week al een keer eentje meegereden. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Komende week, ja. En ze zeggen wel van, je moet je eigenlijk niet meer zo druk over maken over dingen die fout gaan, maar zo zit het niet in elkaar. Ik wil het gewoon netjes afleveren. Ik wil gewoon netjes mijn ding nog doen bij deze baas. Nogmaals, ik sta niet op vervelende voet met deze baas. Het is niet dat ik met een vervelend gevoel of met een vervelend iets weg ga. Het is puur een eigen keuze. Natuurlijk een beetje vanwege mijn handen. Ja, dat. Maar dat neemt niet weg dat ik het dan toch nog steeds gewoon netjes voor mijn huidige baas achter wil laten. Dat ik alles netjes overdraag, dingen uitleg, maar ook bij de klanten. Dat die dat netjes doen. Dat vind ik gewoon belangrijk. Dus vandaar. Nou goed, ik ben inmiddels weer thuis zoals jullie zien, want ik sta stil. En dan is het einde verhaal. Dan ga ik stoppen, dan ga ik sluiten. Dus dan zeg ik eventjes een duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. We zien het wel. Nogmaals. Fijne en gezond 2024. Dat is heel belangrijk. En dat was het. Duimpje. Abonneren. Tot de volgende keer. Ik zeg de groeten en ciao.